In de gemeenteraad werd het voorstel om de verplichte sluitingstijden van de horeca in Leeuwarden te wijzigen gisteren afgewezen. D66 stelde voor om de verplichte sluitingstijden in en rondom het centrum af te schaffen. De horecagelegenheden in dat gebied moeten om 3 uur 's nachts verplicht sluiten. De motie werd mede ingediend door de fracties PAL GroenLinks, de VVD en Verenigd Links. D66 laat weten het jammer te vinden dat de raad ondernemers niet meer vertrouwen gunt. Het gaat goed met de otterpopulatie in en rondom Leeuwarden. Hoewel de dieren relatief schuw zijn, ontkomen ze niet aan de camera's van Harry Bosma. Hij houdt de otters nauwlettend in de gaten. Op verschillende locaties treft Bosma dan ook uitwerpselen van de dieren aan. En dat was ook het geval bij een gebied aan de noordzijde van de Groningerstraatweg. Ik zie hier ligt nog otterspreins. Nou, als je hier van het winter ook zag, dan was het hier helemaal zwart. Er ligt nog een oude. Dus hij laat gewoon zijn geur laat hij achter. Op camerabeelden zag Bosma dat een otter graag door een duiker heen wil, maar niet durft. Daarom bedacht hij een constructie om de otter een handje te helpen om naar de andere kant van de weg te komen. Een voorziening. Het is gewoon eigenlijk een drijfplank. Het kan gewoon mee op en neer gaan met het water, want het zit aan de ketting. Het is gemaakt door de gemeente Leeuwarden. En dan geven we toch de otter het vertrouwen om gedeeltelijk toch op die plank te lopen. Dit is een 4,5 meter lange plank, dan kan hij lopen en dan moet hij zwemmen de weg voor de rest naar de andere kant. Op de andere kant van deze drukke weg, daar is het zeilsysteem. Provincie Friesland, het Frieske Geer en gemeente Leeuwarden werken in het wielengebied samen om de knelpunten voor otters op te heffen, zodat ze vrij door de gebieden kunnen bewegen. Bosma heeft wel een vermoeden waarom de otter op de camera niet durfde over te steken. Ik denk dat het te laag is. De bovenkant duiker en onderkant water, dat is iets te laag. Dan moet je even geholpen houden. Want het moet wel kunnen, want een droge faunenbuis is ook 40 centimeter. Ja. Maar dit is 35, 40. Het zou kunnen, maar misschien moeten we hem even helpen. Ja. En vandaar deze passage dus? Ja. En omdat het natuurlijk een geweldig mooie verbinding is qua natuur. Mooie brede watergang. En die gaat aan de andere kant van de weg gaat die door. Langzaamaan komt de otter weer terug in de natuur rondom Leeuwarden. De fascinatie van Harry Bosma ontstond al toen het dier nog niet bedreigd was. Heeft u die fascinatie al lang? We hebben toen de tijd, in het begin heb ik dat er ook nog meegemaakt. Toen hij nog niet uitgestorven was, toen bewaarde ik eigenlijk ook al springs voor de voedselresten die erin zaten. En dan wordt de alarmbel getrokken en dan zeggen ze dat de otter uitgestorven is. En dat wil je eigenlijk bijna niet geloven. En dan kom je er toch achter dat het inderdaad zo is. Dat is natuurlijk geweldig als je dan weer overal sporen van de otter kunt vinden. Het is nu afwachten wanneer de otter terugkeert om de oversteek alsnog te maken. De kans is groot dat hij dan ook weer door Bosma gespot wordt. Mensen meer informatie verschaffen over de binnenstad. Dat is wat Jelle de Visser wil doen met zijn in cambuurkleuren gehulde treintje. Een mooie aanvulling voor culturele hoofdstad 2018, denkt hij. Belangrijk, het is een extra aanvulling en wij verwachten heel veel extra toeristen hier. En dat zou dus hopelijk betekenen dat er ook veel mensen met het treintje meegaan elke dag in de zomer. Dat de trein elektrisch aangedreven is, is geen toeval. Een eerder ontwerp met een dieseltrein kwam nooit verder dan de tekentafel. De ambtelijke dienst heeft mij een ontheffing verleend, maar onder meerdere voorwaarden. En een van de voorwaarden is dat de trekker, de locomotief dus, elektrisch moest zijn aangedreven. De ChristenUnie kwam eerder met een plan om elektrische wagentjes te laten rijden tijdens culturele hoofdstad. De trein van Visser onderscheidt zich door een installatie die informatie over de stad verschaft. Nou, de bedoeling is dat het volgende week gaat gebeuren. En ja, daarna zou het in principe kunnen, maar ik heb dus nog niets van de ambtelijke dienst gehoord omtrent de definitieve ontheffing. Het is nu een voorlopige ontheffing en vandaag was de testrit. En ja, als de ambtelijke dienst positief is over de ervaringen, dan kan het daarna rondrijden. De definitieve eerste rit van het treintje is dus nog niet bekend. Het is de bedoeling dat de ritjes vanaf het Wilhelminaplein starten.